En dan onze andere muzikale gast, Marco Zanneton, zeg ik het juist, alias Marco Zie. Ja, Marco Zanneton. Waar komt dat eigenlijk? Mijn pa is van Noord-Italië, rond de Prosecco-streek, Venetië, zo die kanten. Zoals de Benettons. Zoals de Benettons. Maar jij bent duidelijk niet van Italië richting Hasselt of zo ergens. Hè? Deze zomer stond je voor het eerst op een heel groot podium, dat van Pukkelpop. Hoe is dat bevallen? Het was echt heet en zweterig. En heel mijn gitaar was vol zweet. Ik heb ze vanmorgen nog moeten kuisen. En... Bespaar me die details. Je staat bekend voor je intelligente teksten. Waar haal je de inspiratie? Uit het alledaagse leven en uit het gebrek aan ervaring dat ik heb. Dus je bedriegt eigenlijk in je teksten? Nee. Het zijn intelligente teksten over niks. Goed, en je zegt, je pa die kwam uit Italië. Je bent zoon uit een werk, een mijnwerkersfamilie. Wie heeft je... Ik ben geen zoon van mijnwerkers, maar mijn ouders wel. Dus mijn pa is schoenmaker. En wie heeft jou dan gestimuleerd om op de bühne te stappen? Het was gewoon een heel muzikale familie. Er werd heel veel gedanst en gezongen en gedronken ook wel. Vooral gezongen en gefeest als er gedronken werd. Wat ga je brengen nu? Endlessly Be Together, dus de nieuwe single, staat op onze plaat. We gaan luisteren. Dankjewel, Marco Zie. En daarmee zijn we meteen aan het einde van onze eerste aflevering. Heel fijn dat u weer meekeek. Vanaf volgende week zal collega Linda de Win Ivan enkele weken vervangen. En u zal hem dan vooral zien in onze verkiezingsprogramma's. Maar eerst hoort u nog Marco Zie met Endlessly Be Together. Tot volgende week. Oh, little baby, ain't it crazy that all the cool clothes are worn?